Beste dames en heren, er is een gevaarlijke wet op komst. Een bedreiging voor onze burgerrechten en de manier waarop we omgaan met communicatie. Ze noemen het de sleepwet en de Piratenpartij is tegen. De sleepwet geeft inlichtingen en veiligheidsdiensten toestemming om massaal communicatie af te luisteren en op te slaan. Je telefoon, computer, tv, horloge, smartspeaker. Als de wet doorgaat, mogen ze wanneer één iemand ergens wordt verdacht de gehele wijk afluisteren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze willekeurige manier van afluisteren niet effectief is tegen terrorisme. Ik ben voor gericht onderzoek. In het voorstel staat dat verzamelde data doorgestuurd kan worden naar andere landen, zonder dat dat eerst wordt geanalyseerd. Fucking slecht. In sommige landen wordt de bevolking 24/7 digitaal gecontroleerd. Deze wet is een stap in de verkeerde richting. Wanneer je eigen veiligheidsdiensten je afluisteren, ben je niet meer vrij om te zeggen wat je vindt van je eigen overheid. De sleepwet maakt tevens een DNA-databank legaal. En daarmee maken we genetisch profileren mogelijk. Zonder bewaartermijn. Die gegevens gaan nooit meer weg. Zonder goed toezicht moet deze wet van tafel. Massasurveillance op jouw apparaten, in jouw huis, is in strijd met je recht op privacy, met de vrijheid van meningsuiting, met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, met je recht op een eerlijk proces en je recht op een gelijkwaardige behandeling. We hebben één kans om aan te geven dat wij dit niet willen in Nederland. Een stem tegen de sleepwet is een stem voor een betere wet. Op 21 maart kun je stemmen tijdens het referendum. Dus informeer jezelf, denk na en stem. Nou, welkom allemaal in het huis in Utrecht. Waar ons eerste Piratenpartij debatavond over de wet inlichting en veiligheidsdiensten gaan houden. Daar gaan we vandaag over spreken met Kees Verhoeven is hier, van D66. En Arjen Kamphuis. Die stelt zichzelf zo meteen voor, die heeft iets van privacy. Dus iets... En dan ben ik. Ik geef de kick-off hier. Eerst over dat sleepnet. De analogie is van een visnet. En het idee is, als er nou zo'n visje... Even kijken hoor, ik heb een lampje als het goed is. Als er daar nou een visje in zit waarvan je denkt, oh, er is misschien wel wat mee, dan kan je in de omgeving daarvan informatie afvangen. Bijvoorbeeld bij jou thuis in de straat, als daar iemand woont waar een verdenking op is. Dan kan je het internetverkeer wat op jouw touwtje gaat afluisteren. Ja, hoe groot dat sleepnet is, dat is niet gedefinieerd. Dus wat ze zeggen is, we houden dat klein. En dat hoop ik dan maar. Maar ja, het kan zo groot zijn als het nodig is. Er is een soort regeltje gekomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Waarin ze zeggen, we gaan dat zo beperkt mogelijk doen. Ofzo. Dus een sleepnet moet je het eigenlijk niet noemen. Maar hoe groot het echt is, dat wordt niet genoemd. En... ja, het is geen wet of zo. Het staat in een regeerakkoord. En als de regering weg is, wat is er dan nog over van die regel? Dit staat er precies in. En daar staat veel meer in met kleine lettertjes. En wat er ook in staat is dat informatieuitwisseling gedaan kan worden met partnerdiensten. Wat daarmee bedoeld wordt, zijn veiligheidsdiensten van andere landen. Maar welke landen dat zijn, ik heb ze niet kunnen vinden. En by the way, als de minister vindt dat het ook buiten die partnerlanden gedeeld zou moeten worden, dan doet hij dat ook. Dus die beperkingen in de wet... Waaraan gerefereerd wordt, die vallen wel mee. Hier dan dat briefgeheim, het staat in onze grondwet. Je mag niet zomaar post van iemand openmaken. En je kent misschien de voorbeelden wel van wat er gebeurde in achter het IJzeren Gordijn vroeger in de jaren 80 en daarvoor. Waarin Oost-Duitsland toch brieven openmaakte en dat op een industriële schaal eigenlijk. En dan weer dichtplakte nadat ze dat gelezen hadden. Dat briefgeheim is dus misschien ook maar beperkt. Maar in Nederland mag je niet zomaar de post van iemand openmaken en lezen. Maar hoe zit dat nou met berichtjes die jij schrijft dan? Want jullie doen e-mailen en je typt berichtjes in je WhatsApp en in je Facebook en in je andere programma's. Mag daar zomaar in gekeken worden? Dan is dat briefgeheim daarop van toepassing. En wat de voorstanders van deze wet zeggen is, ja, met al die nieuwe technologie, al die internettechnologie, moeten we ook mogelijkheden krijgen in die nieuwe communicatiemiddelen. Nou, dit is alweer een tijdje terug. In 1997 werd dit gezegd. Moet e-mail dan onder briefgeheim? Maar als jij een mailtje stuurt en je encrypt het niet, je versleutelt het niet, kan je de analogie maken met zeggen, ja, dat is eigenlijk is een ansichtkaart. Die kan iedereen inlezen. En waarom, als dit in 1997 in de krant stond, weten we nu nog steeds niet hoe dat dan werkt met e-mail versleutelen, met het dichtplakken van een envelop van een digitaal berichtje. Ja, en misschien heeft hij een punt, maar wat nou als we deze wet hebben aangenomen, dat hebben we nu, en er komt een grote aanslag. Zijn we niet tegen beschermd? Wat je nu opslaat met deze wet, gaat nooit meer weg. Er wordt gezegd, er is een bewaartermijn, je mag het met 3 jaar bewaren, of meer of minder. Maar we delen die data ook met buitenland.
Wat denk je nou? Gaat de Verenigde Staten op delete drukken na 3 jaar of zo, omdat wij dat vragen? En overigens, als wij onze informatie die we afvangen delen met een buitenlandse dienst, aan wie delen zij dat dan verder? Wat voor garanties zijn erop? Die zijn er niet. Alles wat je nu opslaat, gaat nooit meer weg. En als je het nu opslaat, een interessante database. Ik zal me goed beschermen dan, zeg maar. Want ik als buitenlands mogelijkheid wil daar misschien wel in kijken. Hoe veilig is die data als je hem opslaat? En de enige manier om het echt veilig te krijgen, is om het niet op te slaan. Nou, die aanslagen waar zo meteen een paar voorbeelden voor langskomen, daar zag je achteraf van dat de dader vooraf eigenlijk al gevolgd werd of in beeld was. Je zou kunnen zeggen, we verzamelen data en we hadden hem eigenlijk al. We hadden die speld ook wel in het beeld. Waarom ga je dan een grotere hooiberg maken? Meer data is niet meer veiligheid. Wat je zou kunnen doen is beter rechercheren en beter doorpakken. Dus als jij een journalist bent en iemand komt met een stukje informatie naar jou toe en een misstand, noem de bouwfraude of zo. Ja, dan de veiligheidsdiensten zien dat ook. Nou zullen ze met zo'n bouwfraudevoorbeeld misschien niet hele spannende dingen doen. Maar wat nou als jij een misstand te melden hebt van je eigen overheid of van zo'n bevriende overheid? Kan je dan dat gesprek met die journalist nog veilig voeren? En jullie zijn allemaal journalisten, want wij zijn samen als burgers in Nederland de mensen die de Tweede Kamer weer controleren. En op het moment dat je niet meer vrij met elkaar kan communiceren over internet, op het moment dat je daarin afgeluisterd weet, kan je dus ook niet meer vrij je eigen overheid controleren. We zijn allemaal journalisten, zou ik maar zeggen. Misschien wel het laatste referendum van Nederland. Laatste raadgevend referendum van Nederland. Je hebt misschien meegekregen dat in voorbereiding is om die referendumwet af te schaffen. Dit referendum is er nog. En mensen zeggen, is dit wel het juiste middel? Nou, nee. Ik heb liever dat die Tweede Kamer gaat praten met de bevolking en kijken van wat voor bevoegdheden vinden we dan wel goed. En dan samen met elkaar een goede wet uitwerken. Je zou kunnen zeggen, het wordt gezien als belletje trekken. De Piratenpartij ziet dat wat anders. Ziet het als een noodrem. Het is wel mooi dat er een noodrem is. Als jij straks in die trein naar huis gaat en er is een groot probleem, dan vind ik mooi dat die noodrem erin zit. Eén ding erger dan die noodrem, waar je allemaal blauwe plekken van krijgt, is geen noodrem. Heb je vragen, neem contact op met Facebook, via Facebook. Dan denk ik, oké, Cybersecurity College Series van Cisco, dat is echt wereld, een van de marktleiders van netwerkapparatuur. Wil je met ons praten, ga naar Facebook. Ik ben benieuwd of Kees er iets over te zeggen heeft. Dus Kees Verhoeven, geef hem een applaus. Dankjewel, Rico. Gisteren bij Cisco was ook een groot succes. Heel veel dank voor de uitnodiging. Het is natuurlijk voor mij echt een eer om hier bij de Piratenpartij te zijn. Nadat Ancilla helaas er niet in geslaagd was om een zetel te bemachtigen. En ik vind het wel heel leuk dat Saskia hier in Utrecht gaat proberen om een zetel te halen. En dat jullie ook in Amsterdam mee gaan doen. En ik wens jullie daar heel veel sterkte mee. Want het is alleen maar goed als er meer partijen, meer politici komen die aandacht besteden aan digitalisering. Er waren ook mensen die tegen me zeiden van, goh Kees, naar de Piratenpartij, zou je dat nou wel doen? Is dat handig? Is dat slim? De reden waarom ik de komende 2 weken een aantal debatten zal doen, is omdat ik wel vind dat ik, met name juist ik, als D66er die vorig jaar tegen deze wet heeft gestemd en nu campagne voert voor deze wet, dat ik wel verantwoording moet afleggen aan mensen die aan mij vragen, ja Kees, hoe zit dat nou? En je was een jaar geleden 180 graden anders. En hoe komt dat nou? Dus ik ben hier vooral om verantwoording af te leggen en om ook inhoudelijke vragen natuurlijk te beantwoorden. Dus ik wil eigenlijk gewoon even kort politiek uitleggen wat ik nou de afgelopen jaar eigenlijk gedaan heb. Gewoon zodat jullie dat begrijpen. En dat jullie daar je mening over kunnen vormen. Nou, ruim een jaar geleden, februari, was de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Daar was overigens heel weinig aandacht voor. Er was niet veel aandacht voor de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten en de behandeling daarvan. Het was een beetje aan het eind van de regeerperiode. Een uitgeputte minister Plasterk, die moest die wet nog door de Kamer halen. Het was vlak voor de verkiezingen en eigenlijk had niemand er zin in. Ik heb toen 20 amendementen ingediend om die wet op heel veel verschillende onderdelen beter te maken. Ik heb mijn uiterste best gedaan. De ministers zaten in vaca, die luisterden naar mij en die begonnen antwoord te geven. En uiteindelijk werd duidelijk dat eigenlijk niks van mijn voorstellen werd overgenomen. Maar 114 van de 150 zetels in de Tweede Kamer hebben gewoon voorgestemd. Een ruime meerderheid, eigenlijk alleen D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben tegengestemd. De rest van de partijen hebben allemaal voorgestemd.
Ook in de Eerste Kamer was een ruime meerderheid. Dus die wet werd gewoon aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. En daarmee was het gewoon een feit. Die wet was er gewoon en die ging van kracht. Die andere drie partijen, CDA, VVD, ChristenUnie, waren allemaal ruim voorstander van die wet. En die hadden allemaal geen enkele behoefte aan. Maar ik zat de hele tijd te drammen. Ik zei, ik wil dat we toch nog wat dingen over die wet opschrijven. En uiteindelijk hebben we toen die prachtige volzinnen, jij noemt het regeltjes, Rico, maar ik noem het prachtige volzinnen in het regeerakkoord geschreven. En heel veel criticasters, ook bij ons de Jonge Democraten en Amnesty International en Bits of Freedom, allemaal organisaties die ik hoog heb zitten, de Piratenpartij, die zeggen allemaal, ja Kees, dat had je in de wet moeten zetten. Ja, dat heb ik geprobeerd, alleen 114 van de 150 zetels in de Tweede Kamer hebben dat allemaal afgewezen en ik heb daarna mijn volgende kans gepakt en dat was tijdens de formatie. Wat was het alternatief? Niks doen. Ik had ook niks kunnen doen. Inderdaad, ik had ook gewoon kunnen zeggen, nou deze wet is aangenomen, we schrijven er niks over op in het regeerakkoord. Ja, dan was er dus ook niks veranderd. Dan hadden we ook niet de mogelijkheid gehad om op basis van een evaluatie na 2 jaar die wet te verbeteren. Afgelopen zomer was er in Oostenrijk ook een wetsvoorstel wat elementen had die we hier ook bij de WIF/Sleepwet ook wel zien. En mijn collega Bill Binney, de voormalige technical director van de NSA, en ik werden gevraagd om daar wat mensen toe te spreken over waarom wij dachten dat die wet een slecht idee was. Daar is ook Max Schrems, die succesvol Facebook heeft aangeklaagd en daarmee Safe Harbor heeft opgeblazen. Hij gaat nu ook voor Privacy Shield, dus we hebben goede hoop dat dat ook gaat omvallen. Dat zou mooi zijn. 10 dagen later werd het wetsvoorstel door het Oostenrijkse Hoge Rechtshof afgeschoten. Oostenrijk heeft dus een hoge rechtshof en die hebben ook grondwettelijke toetsing van wetten aan hun grondwet. 2 dingen die Nederland helaas niet heeft. Dus we hebben zometeen Nederland met een goede kans die wel zo'n wet heeft en Oostenrijk die niet zo'n wet heeft. En nou, het zijn in veel opzichten vergelijkbare, moderne, westerse, industriële, high-tech landen. Dus nou, het is een NS2-studie, hè. Het is niet ideaal, maar we gaan gewoon even wat vergelijkend onderzoek doen. Democratie is natuurlijk niet een kwestie van vertrouwen, maar juist een kwestie van georganiseerd en geciviliseerd wantrouwen. En als wij onze overheid konden vertrouwen, dan hadden we geen verkiezingen nodig. Het is juist omdat we uit de historie weten dat je dat niet moet doen, dat we af en toe even elke zoveel jaar op een resetknop drukken. En dan moet iedereen weer even uitleggen waarom die macht heeft. Dit is één pagina uit het net uitgekomen jaarverslag van de IVD. En ik heb het gisternacht met interesse zitten lezen. Dit is dan de gordel van instabiliteit, noemen zij. Dat zijn allemaal landen best wel een beetje ten oosten en zuiden van ons, waar allemaal dingen gebeuren. Er worden allemaal ook landen genoemd. Libië, Egypte, Irak, Syrië, Saoedi-Arabië, ISIS. Is niet een land, maar nou ja, toch ook wel een dingetje. Dus ik zat dat zo eens te lezen. En een beetje ook met zo gewoon de geschiedenis van, zeg maar, vanaf het begin van deze eeuw in het achterhoofd. En ik dacht van, joh, ja, al die landen. Ja, dat is allemaal gedoe en zo. Wat ik een beetje gemist heb in de hele discussie, is gewoon de simpele discussie van, joh, zou het misschien ook iets met ons te maken hebben, die problemen? Hè? Het feit dat wij maar allemaal wapens blijven sturen naar die landen steeds. Want de enige chemische wapens die Saddam ooit heeft gehad, die had hij van ons gekocht. Hè? Dat is even gewoon helder zijn. En ook Iran natuurlijk, die hebben nog steeds allemaal westerse straaljagers. Ze vliegen niet zo goed meer. En een kerncentrale, allemaal vanuit het Westen gekregen, met financiering van de World Bank en zo vaak zelfs. Ja, ook onze steun aan niet-democratische regimes, want we hebben dan formeel een hekel aan dictators, maar er zijn altijd wel 2 soorten dictators. Hè. Er zijn slechte dictators, die mag je bombarderen, en hun bevolking ook, eigenlijk onbeperkt. En we hebben ook goede dictators, en die krijgen gewoon bezoek van onze koning en handelsrelaties en de dingen. En wat dan de verschillen zijn tussen die twee is mij nooit zo duidelijk. Behalve dat volgens mij de goede dictators die zijn bereid hun spullenboel aan ons te verkopen voor een prettige prijs en de slechte niet of zo. Maar dat is een beetje vaag. Nou ja, en er zijn natuurlijk een serie militaire interventies geweest. Die hebben eigenlijk zonder uitzondering de problematiek vergroot. Irak was niet het leukste land om te wonen, maar het was wel stabiel. En iedereen had een woning en het had goede gezondheidszorg en 99% geletterdheid en goede infrastructuur. En een hoge levensverwachting. Zelfs nadat er 500.000 kinderen zijn doodgegaan door de gevolgen van de sancties in de jaren 90. Hetzelfde geldt trouwens voor Libië, het één na welvarendste land van Afrika, voordat wij de zaak volledig hebben platgebombardeerd en het hebben veranderd in een soort Afghanistan 3.0. Dus in ieder geval, de war on terror is wel een vrij heftige mislukking, zeg maar. Gek genoeg staat in het IVD-rapport, in de gordel van instabiliteit, wordt Afghanistan helemaal niet meer genoemd.
En misschien is dat zo omdat niemand eigenlijk meer weet wat we daar nog doen, zeg maar. En ik vraag dat met enige regelmaat ook aan mensen uit, zeg maar, NAVO-kringen, in en uit uniform. En niemand de laatste 2 jaar heeft mij kunnen uitleggen wat we daar nog doen. Dus het is toch een beetje vreemd dat je ergens bent met een leger, maar dat je niet weet maar waarom. Dat zou niet moeten mogen, zeg maar. Dus op zijn best zijn we een beetje verward. En doen we dus constant dingen die de zaken erger maken. Sterker nog, alle grote bronnen hier van terrorisme, dat zijn dus onze eigen, zeer recente, in de geschiedenis in mijn leven, onze eigen policy fuck-ups geweest. Dus nou, dat is toch opmerkelijk. Maar het is heel opmerkelijk is dat we het daar dus gewoon nooit over hebben. En als je niet het over de oorzaak hebt, ga je ook nooit het probleem fixen. Nou, wat Rico ook al zei eerder, de Britse equivalente law is net door het Europese Hooggerechtshof heeft een tik gekregen. En ik denk eerlijk gezegd dat onze wet hier ook uiteindelijk gaat eindigen, in ieder geval in huidige vorm. En ik ben er zeer voor, ik hoop ook echt dat we een evaluatie gaan doen. Ik zou ook met klem Kees en zijn collega volksvertegenwoordigers willen adviseren om niet alleen te kijken of er niet ergens technisch gezien misschien de wet is overtreden, maar veel belangrijker, gewoon op zoek gaan met kaarsjes naar bewijs dat het ergens goed voor is. En de eerste manier om nu al te gaan evalueren, gewoon de komende 2 jaar een beetje voorkoken, om te kijken of die wet effectief is, is om te kijken of 1 van de 20ste eeuwse terreurincidenten in Europa, die heeft geleid tot slachtoffers, voorkomen had kunnen worden met de wet en de middelen die daarin staan. Want ik heb er redelijk vaak in detail naar gekeken. En wat ik zie is dat van de meeste terroristen die we hadden in Europa in deze eeuw, die waren vrijwel zonder uitzondering allemaal al bekend. 14 van de 24, waar een lijstje van is gemaakt door de Spiegel, daar stond zelfs een arrestatiebevel op open. Diverse hadden gewoon hun wapentraining in Syrië op hun Facebookpagina staan. En ze belden allemaal met elkaar zonder versleuteling op mobiele telefoons die op hun eigen naam stonden. Toch was het bloed in Parijs nog niet droog, of Europese politici begonnen al te roepen dat encryptie verboden moest worden. En binnen 2 dagen leerden we natuurlijk dat encryptie helemaal geen rol had gespeeld in het voorbereiden van die terroristische aanslag. En dus als er een heel patroon is, en dat zien we dus na iedere aanslag, dan worden er dit soort dingen geroepen. En dan vrij snel leren we dat datgene wat men meteen riep naar aanleiding van het incident, had het incident helemaal niet voorkomen. En dan blijf ik natuurlijk als burger een beetje in vertwijfeling achter. En wat het meest positieve wat ik dan kan denken van mijn politici en bestuurders, is dat ze gewoon niet zo competent zijn. Kijk, massasurveillance is helemaal niet goed namelijk om terreur te voorkomen. En dat is niet alleen mijn mening, dat is ook de mening van mijn beide collega's die allebei jarenlang bij de NRC hebben gewerkt. Die zeggen ook allemaal, dat werkt helemaal niet. Dat moet je helemaal niet doen. Daarom zijn ze er ook boos weggegaan na september 2001. Eigenlijk iedereen die hier serieus naar kijkt, met kennis van geschiedenis, met kennis van inlichtingmethodiek, zegt, als je doel is het voorkomen van terroristische aanslagen, dan is massasurveillance, er is gewoon geen historisch bewijs anywhere dat het helpt voor het gestelde probleem. En dat doet mij dus een beetje zorgen maken over dat we dus een oplossing voorstellen die aantoonbaar niet helpt voor het gestelde probleem. Maar die misschien wel andere dingen doet, zoals de repressie van goede journalistiek en dat soort zaken. En ook als je data gaat delen weer met andere partijen, ja, wat kan daar nou fout mee gaan? Ja, dat zouden we toch in Nederland moeten weten, zou ik zeggen. Want daar hebben we voorbeelden van. Dat zijn geen leuke voorbeelden. Daar praten we ook liever niet over, die voorbeelden. Dus dit zijn dan wat landen waar inlichtingen mee worden gedeeld. Wij delen spullen met onze grote NAVO-broer aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En die delen het dan weer met in ieder geval al deze partijen. Dus daar zitten ook landen als Saoedi-Arabië tussen en zo. We weten dan niet waar die landen het allemaal weer mee delen. We weten ook niet echt wat voor soort regering er in Saoedi-Arabië zit over 10 jaar. En wat die dan willen doen met de data die ze dus nu via de Amerikanen van ons krijgen. Dit nog even afgezien van het feit dat we dankzij Snowden onder andere weten, zonder enige twijfel, dat de NSA zelf natuurlijk geen geheimje kan bewaren. Die zijn zo lekker als een mandje. Meneer Snowden liep met duizenden above top secret documenten de deur uit. En het waren er zoveel en uit zoveel verschillende bronnen, dat de NSA tot op de dag van vandaag niet zeker weet wat hij nou wel en niet heeft meegenomen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die andere data. En denken we nou echt dat van de 70.000 contractors die al decennia lang bij de NSA rondlopen, dat Snowden de enige is die ooit een keertje iets meegenomen heeft? Nee. En we weten ook dat hij nu niet de enige is. Ook anderen hebben grote bakken met data mee naar huis genomen. En
Snowden ging dan gelukkig mee naar de pers en daarom weten wij het. Anderen hebben het misschien gewoon verkocht aan de Chinese inlichtingendienst. Voor ons kunnen gezakt met geld. Zeker de NSA legt hele grote bergen data aan en gooit het dus nooit weg. Ze zijn net begonnen met de bouw van een nieuw datacenter even buiten Washington. Omdat die van Utah van 100.000 vierkante meter bijna vol is, kennelijk. Dus dat is 100.000 vierkante meter harddisken. Meerdere verdiepingen hoog. Die is bijna vol, omdat ze gewoon ja, de wereld tappen. En nu komt er dus eentje die drie keer zo groot is in Washington erbij. Als je in Nederland al deze doosjes uitzet van al deze bedrijven, dan zet je gewoon Nederland uit. Dan gaat dan vrij snel, dan zijn gewoon de Albert Heijn's leeg, zou ik maar zeggen. Omdat de logistieke ketens niet meer werken en kunnen we niet meer bellen. En dus ook de brandweer niet meer bellen. En dat is best vervelend. Dat betekent dus ook dat onze hele samenleving kwetsbaarder is, omdat de NSA heel graag massasurveillance wil plegen op de hele planeet, die aantoonbaar niet helpt tegen terrorisme het gestelde probleem. Terrorisme dat exponentieel veel erger is geworden door het beleid van diezelfde Amerikaanse overheid door oorlogen op allerlei plekken. Volgt u hem nog? Er zitten wat problemen aan dit hele verhaal, zeg maar. Ton Elias mocht er naar kijken, want als je natuurlijk grote financiële problemen en corruptie binnen de overheid wil blootleggen, dan bel je Ton Elias van de VVD. Het conclusie van het rapport, na meer dan 2 jaar studeren, was dat de overheid per jaar tussen de 1 en de 5 miljard verliest met mislukte IT-projecten. Dat is al een mooie spread, hè? Tussen de 1 en de 5 miljard. Dan zeg je dus eigenlijk, we hebben geen clue. En dat was al minstens 10 jaar, maar het zou ook wel 15 kunnen zijn. Maar nog de IVD, nog het NCSC en de meeste andere clubs hebben na Snowden, en dat is ook inmiddels al 4,5 jaar geleden, een concreet plan gedaan. Oké, we weten nu dankzij Snowden dat al die technologie die we gebruiken eigenlijk onherstelbaar lek is. Dat is expres, dat gaat dus ook niet verbeterd worden. Landen als Oostenrijk en Japan, daar weten we van dat ze gewoon integraal onder een killswitch zijn geplaatst. Iran en andere landen ook. Van Nederland weten we het niet zeker, maar ja, als het voor Oostenrijk en Japan geldt, dan zal het bij ons ook wel zo zijn. En dat betekent dus dat inderdaad in Amerika mensen op knoppen kunnen drukken en dan zet je Nederland uit. En nou ja, onder Obama vonden we dat kennelijk allemaal wel oké, want iedereen weet dat het een hele lieve man is, die wel af en toe wat kinderen doodschiet met drones, maar verder zich netjes gedraagt. Met Trump hebben mensen al wat minder moeite emotioneel om het probleem te zien. Dus dat is dan wel het voordeel van Trump, zeg maar. En het is volkomen normaal in Nederlandse IT-overheidsprojecten om te zeggen, ja, er zijn natuurlijk commerciële belangen van een aantal grote bedrijven, by the way, meestal buitenlandse bedrijven, en er zijn belangen van de samenleving, en die moeten we dan balanceren. En iedere keer als ik dat een ambtenaar hoor zeggen, en ook heel serieus, dan krijg ik echt heel erg jeuk. Dan denk ik, hier gaat iets heel erg fout, als je het op die manier verwoordt. Maar wat je natuurlijk gewoon moet doen, als brand een probleem is, is niet steeds meer brandweerauto's kopen. Wat je moet doen, is mensen leren om niet te roken in bed. Op dit moment bouwen wij veel van onze digitale huizen van het equivalent van balsahout gedrenkt in benzine. En ik ben daarover verbaasd hoe weinig grote problemen we eerlijk gezegd hebben, wetende wat er onder de motorkap allemaal gebeurt. Wederom, hier hoor ik ze bij de IVD nooit over. Ik hoor heel veel over repressie, ik hoor heel veel over reageren op dingen. Ik hoor nooit over, wat is nou ons 10-jaren plan deze grote zooi te fixen? We weten nu dat het een zooi is, we weten sinds de zomer van 2013 al dat het een zooi is. Eigenlijk weten we al sinds de zomer van 2001 dat het een zooi is, want toen waren hier al gedetailleerde rapporten over de voorlopers van al deze programma's. En als mensen dus ook tegen mij zeggen, ja, maar dat duurt wel 10 jaar om het te fixen, dan zeg ik ja. En daarom is het jammer dat in 2002 hier al kamermoties over waren, in 2007 de regering beloofd heeft het te gaan fixen, het is niet 2018. De NSA heeft meer geld uitgegeven aan surveillance dan het BNP van veel landen op deze planeet. En het aantal gevangen terroristen is stabiel op 0. Toen Snowden uitkwam was de eerste claim 55, maar toen het Amerikaanse congres daadwerkelijk ging kijken, toen bleek al vrij snel dat het aantal voorkomen terroristische incidenten door alle Amerikaanse mass-surveillance was 0. En een van de redenen dat de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen mislukte in 2009 was omdat de Amerikaanse delegatie allerlei intieme dingen wist over andere delegatieleden van andere landen. En dat hadden ze gekregen van de NSA. En dit is een van de redenen voor elektronische mass-surveillance wereldwijd. Niet counterterrorism, daar gaat het helemaal niet over. Daar helpt het helemaal niet tegen. En by the way, het verminderen van terrorisme, er is heel weinig wat nog de Amerikaanse overheid, nog de NAVO, nog de meeste West-Europese landen hebben gedaan de afgelopen 20 jaar om terrorisme echt effectief te verminderen. Zoals we dat in de 20e eeuw wel hebben gedaan. Maar dankzij WikiLeaks weten we dat de CIA al zijn cyberwapens zo bouwt dat ze altijd kunnen lijken op de cyberwapens van andere landen. En dus het enige verstandige wat je erover kan zeggen, iemand heeft een digitaal wapen gebruikt
In Engeland gingen er 40 ziekenhuizen plat. In Nederland een paar containerterminals. Echt serieus vervelend voor een land als Nederland. En we zullen waarschijnlijk nooit met zekerheid weten wie hierachter zat. Of wat de echte reden was om dit te doen. Maar het gaat er dus wel om dat wij onze samenleving draaien op hopeloos lekker software en hardware die we kopen uit het buitenland. En waar onze overheid al obstinaat, 15 jaar na de eerste motie daarover, weigert om überhaupt te praten om er iets over te doen. Terwijl er nu wel gewoon echt dingen serieus stuk gaan. Dus zolang het Nederlandse overheidspartij is toegestaan om jouw mail te lezen en andere dingen te doen, zijn er wat technische trucjes. Wat Rico eerder al zei, we zijn allemaal journalisten. Ik heb dit handboek in 2014 geschreven voor journalisten. Het is online als free e-book in 4 talen. Rico heeft van mij de laatste Engelse en Nederlandse versie gekregen. En iedereen die hem wil hebben, dat moet hier even op een piratensite gezet worden. Nou, Rico gaat hem herdistribueren. Dit is gewoon zeg maar een handboek persoonlijke digitale zelfverdediging. Ik gebruik dit om journalisten te trainen over de hele wereld, die vaak naar landen moeten die nog wat enger zijn dan Nederland. En daar zien we in de praktijk dat het redelijk werkt. En iedereen die dus een beetje meer privacy wil hebben, of heel veel meer privacy, ja, ga gewoon dit eens doorbladeren in de weekend. Je hoeft geen IT'er te zijn, het is geschreven voor gewoon iedereen. En het is als een soort kookboekrecept, zeg maar. Klik daar, gebruik dit stukje software, doe dit. Iedereen die kan dat. Hoe komt het dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig belangstelling tonen voor de WIF? En hoe kunnen we dat veranderen? En zal het referendum hiertoe bijdragen? Dus eigenlijk, waarom is er geen aandacht voor? Digitalisering is een onderwerp wat pas de laatste jaren zichtbaar verandering en impact op het dagelijks leven begint te krijgen. Dus ik verwacht wel dat het de komende jaren steeds meer aandacht voor zou komen. Maar het was de afgelopen jaren gewoon een beetje een niche onderwerp. Een van de dingen waar ik het zelf ook het lastigst mee heb, en dat zeg ik wel eens tegen VVD en CDA, hè, met wie ik nu in een coalitie zit en die natuurlijk voorstander van deze wet zijn, is dat zij vrij snel vervallen in teksten als we hebben dit nodig om alle terrorisme aanvallen te bestrijden. Ja, daar voor een deel kan dat op basis van toekomstige ontwikkelingen waar zijn. Deze wet speelt in op toekomstige ontwikkelingen die we ook nog niet helemaal kennen. Maar je moet oppassen om te zeggen dat deze wet een medicijn voor alles is. Je moet eigenlijk gewoon eerlijk zijn. Wetgeving is een poging om in te spelen op toekomstige veranderingen. En er worden ook heel veel minder goede wetten gemaakt. Maar goede overheden corrigeren minder goede wetten weer. En nou, daar is denk ik het systeem nu op gericht dat we dat kunnen doen. Ja, ik zou het normaal vinden dat, en dat ook de overheid zelf het normaal vindt, inclusief bijvoorbeeld de IVD, dat als zij nu al een paar weken lang, maandenlang ronkend roepen dat dit echt cruciaal is en zo, toon het dan het aan. Pak dan eens even alle. We hebben gedetailleerde dossiers over alle terroristische incidenten in Europa van deze eeuw. Dus pak die maar eens allemaal. En we hebben gedetailleerde van seconde tot seconde beschrijvingen wat daar gebeurd is. Want retroactief kunnen we dat dan wel redelijk doen. Hè? Dus forensisch zijn we best oké. Okay. Laat maar eens zien en wijs mij dan eens één aan waar je enigszins hard kan maken. Dat als je die mogelijkheden die je dus per 1 januari wel hebt en die je toen misschien niet had, dat dan op zich wel had gemaakt. Laatste reactie, dan anders komen we. Ja, nee, sorry. Na Parijs viel het me extreem op, hè, hoe veel Europese politici toen opeens riepen crypto moet verboden worden. En dat we dan binnen 2 dagen leren dat crypto geen rol speelt. Maar dat dan niemand zegt oeps. We hebben in Nederland crypto dus niet verboden. En jij zegt dat Nederland, je hebt Nederland net neergezet als een heel slecht land. Maar dan wil ik van jou horen, wat is dan een beter land dan Nederland? Nou, laten we niet het buitenland. Nee, maar we hebben in Nederland crypto juist behouden. Het is kabinetsbeleid in tegenstelling tot Frankrijk. Kan data die wij delen aan bevriende landen verder worden gedeeld aan landen waar wij niet bevriend mee zijn? Dus dat bevriende landen het weer delen aan niet bevriende landen. En stellen we eisen aan onze data in het buitenland wordt opgeslagen? Nou, ik maakte in mijn presentatie het punt dat je dat niet kan, dat je daar geen enkele garantie op kan vertrouwen. Nee. Puntje wantrouwen wat je maakte. Data die gedeeld wordt met andere diensten mag niet door die andere diensten worden doorvoegd aan weer derde diensten. Dat is gewoon een eis die gesteld is. Dat die dan nageleefd moet worden, dat het gecontroleerd moet worden, is dan de vraag waarmee we met z'n allen hier zitten. Ja. Wat we natuurlijk ook doen is bijvoorbeeld het landelijk schakelpunt, dat is de grote computer waar alle Nederlandse medische dossiers doorheen gaan. Die wordt technisch beheerd door een Amerikaanse defensie contractor die onder Amerikaans recht verplicht is om 17 Amerikaanse inlichtingendiensten real-time in volledige toegang te geven tot alle data die door dat systeem stroomt. Hetzelfde geldt voor het IBM mainframe in Brussel,
waar de Nederlandse Belastingdienst op draait, wat bezit is van IBM. Ja, maar dat staat wel los van de WIF. Dat staat los van de WIF, maar het is voor mij een heel patroon waar de Nederlandse overheid... Het lijkt erop, zeg maar, wederom. Ik kan alleen maar zien wat ik zie als burger aan de buitenkant, mostly. Dat er gewoon niet of weinig over na wordt gedacht. Of dat men het gewoon een niet zo interessant vraagstuk vindt. En het feit dat je dus de volledige medische dataprocessing van een volledig land... waar als burger om eruit te blijven, dat is echt een klus, hè? Dat je die overhevelt 5 jaar na de invoering van de Patriot Act aan een Amerikaanse defensiepartij. Ja, dan denk ik dus, er wordt hier gewoon niet zo goed nagedacht. En dan blijf ik nog optimistisch, want dan denk ik, het is een eerlijke vergissing, hè? Zeg ik dan nog, zeg maar. Dus dat is mijn meest optimistische interpretatie. Het mooie is van met name alle open source software die er is, die is niet alleen heel veilig en wordt door allerlei onafhankelijke partijen gecheckt. Hij is ook gratis, dus dat betekent dat er niet een kostendrempel is voor toegang tot dit soort technologie. Dus het is heel erg een kwestie van jezelf en elkaar empoweren met kennis. En met gratis spullen aan de gang gaan. En dan kan je dus jezelf teweerstellen tegen vrij extreme surveillance-regimes. En als je natuurlijk zelf direct als individu het oog van Mordor op je valt, dan is het wel harder werken, zeg maar. Dan is het wat minder simpel. Maar ook daar zien we bijvoorbeeld met WikiLeaks, die nog steeds succesvol functioneren en nog steeds in staat zijn om geheimpjes te bewaren. Terwijl er een gigantische surveillance-effort op die handvol mensen, want daar praat je over, wordt gezet. Dus zelfs in dat scenario is het mogelijk met een beetje kennis en een beetje discipline. En je hoeft dus niet veel geld te hebben. Kennis en discipline, daar gaat het om. Kan je jezelf beschermen tegen ook echt wel hele extreme dingen. De vraag wat kunnen we doen? Wat je ook kan doen is mensen zoals Kees Verhoeven en andere mensen die je gekozen hebt in het parlement erop aanspreken. Om een wet te maken in Nederland of in Europa die zegt... Als je een apparaat hebt met een microfoontje of een camera erin, dwing dan ook af dat er een schuifje, een schakelaar, een mechanische onderbreking van dat circuit is. Waarom is er niet een Europese wet die zegt, gewoon een knopje dat het stroom naar die camera en die microfoon uitgezet wordt? Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Wat ga je nou doen als over 2 jaar blijkt dat er inderdaad misstanden zijn ontstaan? Dan heb je per definitie een situatie, wordt hier gesteld, waarin je die informatie nooit meer kwijtraakt. Als dat zo zou zijn, dan heb je in ieder geval de bewijslast in handen om dan de wet aan te passen om dat in de toekomst te voorkomen. Dat is de winst die je dan boekt. Het verlies wat je dan hebt, zou je dan een soort van collateral damage moeten noemen. Dan heeft de wet dus inderdaad op dat punt niet voldaan. Dan heeft dat in de periode van de afgelopen 2 jaar schade veroorzaakt. En dan moet je proberen die schade te herstellen. En dat zal niet volledig lukken, maar je kunt dan in ieder geval die wet gaan verbeteren. Mooier dan dat kan ik het niet maken. Als dat zo blijkt te zijn, dan heeft die wet dus iets gedaan wat we niet wilden. En dat weten we pas omdat we moesten kijken wat die wet deed. En ik weet bijvoorbeeld in het geval van de Britse evenknie van de IVD MI5... dat zij zeer effectief in staat zijn om politieke leiders van onderaf aan te sturen. Omdat zij van iedereen die iemand is gedetailleerde persoonlijke dossiers hebben en bijhouden. En alle politici die iemand zijn, die weten ook dat dat zo is. Dus MI5, anders dan de IVD, misschien hebben die dossiers niet, heeft in haar meer dan 100-jarige bestaan nog nooit een budgetreductie meegemaakt. Oorlog of vrede, ze krijgen altijd meer geld, mensen, mogelijkheden, macht. Dat is in Nederland in ieder geval niet, daar is de ISVD wel eens een keer gekort, werd snel weer ongedaan gemaakt, gelukkig, als ik me goed herinner. Dus ik hoop er dan voor dat dat een indicatie is dat het in Nederland anders is dan in Groot-Brittannië. Maar ik weet voor een fact, uit de eerste hand, van de mensen die aan de binnenkant zaten, dat in het geval van een dienst als MI5, dat zij gewoon een staat in een staat zijn en ze ook echt functioneren. Als ik zou horen bij monden van meneer Bertollet van de IVD of onze huidige minister van Binnenlandse Zaken en op eenvolgende ministers, dat er echt oprecht wordt nagedacht over de relatie tussen buitenlandbeleid, waar wij onderdeel zijn van NAVO, waar wij onderdeel zijn van bezettingen van andere landen, en wat daar de lange termijn impact van is op terroristische dreigingen. Als dat een normaal onderdeel van een beleidsdiscussie wordt, die we ook in ieder geval ten dele openbaar met elkaar kunnen voeren, dan zou ik het idee hebben van oké, in ieder geval is mijn overheid met een goede discussie bezig, snapt het probleem. En als ze dan inderdaad ook nog bereid zijn om nauwkeurig te analyseren wat wel en niet werkt. En daar ook gewoon wederom open over te zijn. En dan mogen ze ook best een keer een foutje maken. Hè. Ik snap dat dit is edgy, het is nieuw. Maar ik streef niet naar perfectie, maar naar een soort minimale interne consistentie van wat we doen tussen onze politie, inlichtingen en defensieapparaat. Want zoals het nu op mij overkomt, is het een beetje een rommeltje. En de meeste van ons hebben daar geen last van, maar er zijn veel mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat zou mijn vertrouwen vergroten. Oké.
Nou hebben we natuurlijk het referendum en we kunnen voor of tegen stemmen. En de vraag is eigenlijk, wat heeft een voor of tegenstem eigenlijk voor nut? En er gebeurt toch niets mee, staat hier. Dus waarom is het zo belangrijk dat mensen toch hun voor- of tegenstem, of in ieder geval hun stem laten horen? Ik weet waarom het voor mij belangrijk is, maar Rico. Het heeft wel nut. We hebben met elkaar gestemd over een Europese grondwet. Daarna hebben we met elkaar gestemd over het Oekraïne-referendum. En op 21 maart gaan we weer met elkaar stemmen. En elke keer zie je niet alleen hoeveel mensen naar die stembus gaan. Dat is een signaal. Hoe betrokken zijn we met elkaar op zo'n referendum? Maar dan zie je ook wat daarmee gebeurt door onze regering en door onze Tweede Kamer. En ook dat is een signaal. En dat is misschien wel het belangrijkste signaal. Ook als we met elkaar deze wet proberen weg te stemmen als advies. En ook als daar dan weer geen follow-up op gegeven wordt wat de zorg is van mensen hier in de zaal. Dan is dat signaal ook al heel belangrijk naar de toekomst toe. Ja, wat je ook vindt van de manier waarop de vorige twee referenda-uitslagen zijn nagevolgd door het kabinet en de Tweede Kamer, dat heeft invloed gehad. En als deze wet wordt, kijk, even los van de referendumuitslag, hebben we een regeerakkoord dat zal worden nageleefd. Dus ongeacht wat het referendumuitslag is, zal ik die wet heel grondig in de gaten houden. Zal ik zorgen dat die evaluatie na 2 jaar goed en serieus gebeurt. Wat er ook gestemd wordt bij het referendum. Het regeerakkoord is voor mij heel erg belangrijk. Dat heb ik toegevoegd om grip op die wet te krijgen. Maar het referendum, de uitslag, zal absoluut invloed hebben op de discussie. En ook de onderdelen in het debat de komende 2 weken. Wat is nou het grote pijnpunt? Ik denk inderdaad dat het de breedte van de interceptie is. Hoe ongericht of gericht kan die interceptie zijn? Ik denk dat dat op dit moment het hoofdpunt is. Er zal absoluut over gepraat worden, want in de referendumwet staat dat de uitslag leidt tot een heroverweging van de wet. En dat betekent dat er opnieuw over gediscussieerd moet worden. En daar ga ik uiteraard niet op vooruitlopen, maar er zal absoluut over de uitslag, de stemverhouding, de onderdelen, de opkomst, de belangrijkste pijnpunten, zal absoluut gesproken worden. Hoe dat afloopt, ik weet het echt niet. Ik denk specifiek voor Kees in dit geval, heb je iets te verbergen voor de veiligheidsdiensten? Nou, dat zijn een aantal vragen in één. We beginnen bij Kees. Ik heb niks te verbergen voor de inlichtingendiensten. Dus dan bedoel je denk ik te zeggen dat zij, stel dat zij al mijn communicatie konden volgen, zou ik dat dan erg vinden? Ja, ik zou dat erg vinden, want ik vind dat zij niet het recht hebben om al mijn communicatie te volgen. Maar het is niet zo dat ik als politicus chantabel ben op basis van informatie die de inlichtingendiensten over mij zouden hebben. En dat sluit eigenlijk, dat is ook eigenlijk mijn antwoord op jouw meer algemene vraag. Ik denk dat iedereen wat te verbergen heeft. En ik denk dat dat een kern van het leven is, dat er bepaalde dingen zijn die je niet zomaar met iedereen wil delen. En als je het met iemand wil delen, dan ga je er zelf over hoe je dat doet. En moet het niet zo zijn dat op basis van informatiestromen andere mensen bepalen wat ze over jou weten. Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat de interne gesprekken van politieke groepen, dat ze dat in vertrouwen privé kunnen doen, zonder dat de zittende macht kan meeluisteren. En ik denk dat als je daar niet meer op kan vertrouwen, dat ook de hele samenleving stil komt te liggen. Ja, alle grote sociale vooruitgangen van de afgelopen eeuwen, dat is allemaal begonnen bij kleine groepjes activisten in rokerige kamertjes en in huiskamers thuis, die met elkaar een knettergek idee hadden, zoals wat als nou ook niet blanke mannen kunnen stemmen? Of nog gekker, vrouwen. Dus nou, en dan duurt dan 20 of 30 jaar en dan uiteindelijk dan verandert er iets. Dan moet je dus een geheimje kunnen bewaren tegenover de zittende macht, zeg maar. Als je zittende macht wil challengen, moet je een geheimje kunnen bewaren tegenover die macht. Ja, in mijn persoonlijke leven is het inderdaad gewoon niet iedereen hoeft te weten waar ik altijd ben, met wie ik spreek, waarover, welke artikelen ik lees, dat soort dingen. Dat vind ik meestal voor mezelf een klein bier. Als ik samenwerk met onderzoeksjournalisten, laatste en zin, met name met hun bronnen, dan gaat het wel eens over mensenlevens. En ja, dan is het dus echt heel belangrijk. Dus dat is ook waar mijn energie in gaat zitten. Oké. Ik geef hier een zwarte doos. Je weet niet wat erin zit. Het is gewoon een zwarte doos. En dat hoef je ook niet te weten. In het geval van Arjen, die gaat heel erg over privacy. Die gaat het echt niet aan je vertellen, denk ik. En ik weet toevallig dingen van Arjen. Dus het zit niet in wat je echt heel lekker vindt. Maar we zijn piratenpartij, dus dit is ook wel lekker misschien. Ik weet dat er een geschenkenregister is. En voor de mensen hier, als je wil weten wat erin zit, hou dat register goed in de gaten. Ik weet dat jullie daar volle aandacht aan hebben. En dank voor je komst, het is echt helemaal te gek. Dank jullie wel. Dat geschenkenregister is alleen voor boven de 50 euro, hè? Misschien was het wel heel duur wat erin zat, je weet het nooit. Je weet het niet, het is een zwarte doos. Dankjewel dat je er was, dankjewel dat je er was. Ik wil nog en even... voor Van Piekeren is er ook eentje, dus het komt zo. Natuurlijk. Ik wil nog heel even één ding zeggen namens de Piratenpartij Utrecht. Wij zijn heel blij dat we dit debat hebben
of deze informatieavond te hebben mogen organiseren. Want wij vinden het heel belangrijk dat mensen zichzelf hierover informeren en daarna 21 maart gaan stemmen. Of je nou voor of tegen de sleepwet bent, tegen, maar oké. Stem alsjeblieft allemaal op 21 maart. Laat je horen.